Arjen Tjelimi, je ging met tranen in de ogen van het veld. Niet goed? Ja, op dat moment voelde ik niet super goed. Hij schoot in mijn lies. Dan kreeg je een soort flashback eigenlijk. Ja, en je was net goed bezig. En ja, je komt net terug en je wil gelijk weer vlammen. En het ging goed, een assistje. En ja, toen zag ik de bui alweer hangen. En ja, dat doet pijn. Ja, je weet, ja, het is daar wacht natuurlijk ook niet. Hè? Ja, 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 zeker. Maar ja, ik hoop dat het meevalt. Hm. Maar ik heb er wel goede hoop in. Goed. Heb je verder nog wel wat meegekregen daarna? Ben je wel teruggekomen? Ja, ja, ja. Ik heb in de duckout gezeten. Gewoon in de duckout gezeten. Ja. Hoe beleef je dan zo'n wedstrijd? Je luidde nog wel even de 1-2 in. Hè? Ja, klopt. Alleen, ja, je moet niet vaak van zulke wedstrijden hebben. Dat is niet goed voor je hart. Maar ja, god, het is echt schandalig hoe wij eigenlijk voetbal hebben. En vooral de, ook eigenlijk tegenstander eigenlijk helpen. Zoveel persoonlijke fouten ook. Zij gaan erin geloven en dan, ja, dan wordt het een hele lastige wedstrijd. En in bekervoetbal dan spookt het vaak. Hè? Ja, is dat het woord heel schandalig? Ja, eigenlijk wel. Ja. Vind ik wel. Maar heel gelukkig goed opgepakt. En snel vergeten en door eigenlijk. Want ik zag nog een paar verrassende uitslagen, zoals Harkema die ook verloren heeft. En ja, dat hoort bij het bekervoetbal, blijkbaar. Ja, ja, ja. Wat wisten jullie van de beeld? Ja, we wisten best wel veel. We hadden gewoon beelden van ze. Ja, gewoon prima voetballende ploeg. En we wisten dat ze erop zouden klappen. Met alles eromheen, ook op de site, de beelden, ESPN zagen we. Ja, dat, we weten wat met Spaakman heeft gedaan. Ja, we dachten, dit wordt sowieso geen makkie voor ons vandaag. Ja, nee, ja, voor hun is het natuurlijk de wedstrijd van het jaar. Hè? Ja, misschien wel de wedstrijd van de eeuw. Ja, 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 klopt. En dat zag je ook. En ze klapten er gelijk op. Alleen ja, echt die goals die kwamen echt door onszelf. Ja, dat moet er gewoon echt uit. Ja. Goed, nou ja, goed, eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Ja, ja, zeker snel vergeten en door. En dan hopen we dat we nog een leuke tegenstander noten. En dan laten we een mooie voetbal zien, hoop ik. Oké, bedankt.